Het is de dag na 3MAC en het was geweldig op 3MAC. En dit is dus een nieuwe vlog. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Dit is de 13e vlog die ik online zet na mijn bevalling. Dus sinds ik moeder ben. Ik heb dus een lijstje gemaakt, een playlist, mama vlogs. En daar zet ik al deze video's in. En dit is dus alweer de 13e. Ik vind echt dat het vet lekker gaat met vloggen. Nou, laten we gewoon lekker beginnen met deze vlog, zou ik zeggen. Binnenkort heb ik dus een samenwerking met Snuggs. Ik weet niet of jullie dit kennen, misschien hebben jullie het bij andere mensen gezien. Snuggs is periodproof underwear. Dus dat heb ik al een tijdje geleden opgestuurd gekregen. En dit is ondergoed, wat je dus aan kan trekken als je ongesteld bent. Dit is trouwens een gesponsord stukje, maar dat is denk ik logisch, want ik heb dit opgestuurd gekregen. En ik mag het uitproberen. En als ik het fijn vind, dan ga ik het ook op Twitch bespreken tijdens een stream. En ik wil dat een beetje inpakken in een leuke girls night, ladies night. Iets leuks met dames wil ik doen. En dan wil ik het hierover hebben. En ik ga dit nu uitproberen. Maar ik had het dus al een tijdje geleden gekregen. Maar ja, ik moest wachten tot ik ongesteld was. Nou, dat is heel gelukkig gebeurd vannacht. Echt, jee, zo fijn. Maar niet heus. Maar ik ga deze dus nu eventjes uitpakken en uitproberen. Ik heb de Classic. Dat is deze. Zo heb ik er twee. Oh nee, en dit is de Hugger. Dit is dus voor 's nachts. Deze wilde ik vanavond aandoen. Deze kan ik eventueel nu aandoen. En dan heb ik nog... Oh, dit is een ander stofje. Dit is ook voor overdag. En volgens mij kun je ze ongeveer 8 uur aan. En dan moet je ze wel echt schoonmaken en in de was doen. Maar ik ga het even uitproberen. Ik ga ze nu eerst uitpakken. Hallo, hier is Mathia uit de Future. Aangezien deze vlog vandaag online komt en ik heb eventjes contact gehad met Snuggs. En ik heb de onderbroeken gedragen en ze zaten echt top. Dus ik wil jullie even de kortingscode delen. Dat is Mathia15 en daar krijg je dus 15% korting op ja, eigenlijk alle ondergoed in de winkel van Snuggs. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. En je kunt dus met de kortingscode Mathia15 15% korting krijgen. Ik ben er best wel enthousiast over, want ik vind het heerlijk dat ik niet met zo'n maandverband in hoef te lopen. En het absorbeert goed. Ik heb het 's nachts aangehad, ik heb het overdag aangehad en het was allebei top. Wat ik dus deed was, 's ochtends deed ik zo'n onderbroek aan. Deed ik de eerste helft van de dag, zullen we zeggen tot een uur of 12, deed ik een maandverbandje in. Nou, dan van maandverbandje deed ik eruit. En dan hoef je de rest van de dag niks meer er in je onderbroek te hebben verder. Behalve die onderbroek aan te hebben. Dus dat wil ik nog eventjes delen in deze vlog. Dus check de link in de beschrijving en gebruik kortingscode Mathia15. Op, even kijken, 15 november zal de Ladies Night stream zijn. En dan ga ik het er nog even iets uitgebreider over hebben. En dan kun je dus ook je vragen stellen. Terug naar de video. Nou, de vorige clip was dat ik deze uitprobeerde. Of ging wassen, want ze moesten voor de eerste keer uitgewassen. Nou, het heeft dus 2 dagen geduurd voordat ze überhaupt droog waren. Ik denk omdat ik een klein programma had gedaan en waar niet zo'n goede centrifugatiestap bij zit. Dus het duurde even voor ik ze uittest. Maar ik heb nu voor het eerst eentje aan. Dus dan weten jullie daarvan. En goedemorgen, het is woensdag, mamadag. Het is de... Hoeveelste is het eigenlijk? 19e. En ik heb net boodschappen gedaan. wat dingetjes gehaald voor Olivia'tje. En nu gaan we lekker even de fles geven en weer naar bedje toe. Dus dat ga ik doen en daarna praat ik jullie bij over wat ik allemaal gehaald heb. Want groot, lang verhaal. Zo, we zitten. Dat is hem niet. Ik doe net of ik het super druk heb gehad. Ik heb het gewoon leuk gehad hoor. Maar ik ben net dus naar de winkel geweest met Olivia. Na haar eerste slaapje. En nu ligt ze voor dat tweede slaapje op bed. En het gaat helemaal volgens plan. Ze gaat gewoon slapen als ik het wil. Laat maar zeggen, als ik er op bed leg gaat ze gewoon slapen. Dus het gaat nu goed. En ik hoop daarmee dat ze ook gewoon 's nachts beter gaat doorslapen. Maar ik vond het wel heel even leuk om aan jullie te laten zien wat ik net allemaal gekocht heb. Want we gaan een weekendje weg dit weekend met de vriendengroep. En ik heb het een en ander gehaald daarvoor. En ik heb ook nog wat shopdingen gehaald voor mezelf, voor Olivia. Dus dat ga ik met jullie delen. Dus waar zullen we beginnen? Nou, laat ik eerst beginnen met dit. Ik heb een kapperschaar gekocht. Omdat ik de haren van Olivia echt moet gaan knippen. En ik wil, dat moet echt al 2 maanden of zo. Ze heeft hierachter echt super lange lokken. Terwijl de rest kort is. Dus ik wil het allemaal een beetje in éénzelfde lengte knippen. En ik wilde dat niet met een huistuin en keukenschaar doen. Dus ik heb een speciale kapperschaar gekocht. In Tiel zit een winkeltje waar je dit allemaal kan kopen. Ik kan het ook linken in de beschrijving als je dit ook wil halen. Het leek mij gewoon beter voor haar haren ook om niet met een huistuin en keukenschaar haar haar te knippen. Dus vandaar deze. Nou, ik pak, er zit geen logica in mijn volgorde. Heb ik 2 van deze zakjes gehaald. Dit is eigenlijk om een soort snackie tussendoor dit ze heeft. Het zijn van die maispuffs. En je hebt ook bananen en aardbeien. Dat vind ik hele rare smaken. En dit is carrot parsnip. Dus dat is pastinaak en wortel. Dat vind ik normalere smaken of zo dan bananen. Maispuff. In ieder geval, ze eet niet zo goed brood. Daar later over meer. Maar deze dingen eet ze wel. En daardoor stimuleer je toch wel het kauwen en zo. Dus daarom mag ze van mij deze. Deze krijgt ze gewoon tussendoor 1 of 2 op een dag. Dus niet heel veel. En die gaan ook mee op het weekendje. Want normaal haal ik van die lange. Maar deze vind ik wel handig om gewoon zo mee te nemen op een weekendje weg. Oh ja, dan heb ik voor onderweg. Vind ik het altijd leuk om wat snackies en drinken te halen. Dus ik heb van de Jumbo, deze waren in de aanbieding, Cola Zero Vanille. We zijn met 3 volwassenen op de heenweg in de auto, dus die krijgen we allemaal erbij. Nou, zoals ik al zei, ze eet dus geen brood. Af en toe wil ze wel een paar hapjes nemen van bolletjes. Dus ik heb nu allemaal bruine bolletjes gehaald. Ik denk dat ik deze stuk of door de helft ga invriezen, zodat zij deze gaat eten en dat ik die mee kan nemen overal naartoe. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen bolletjes op, in huis heeft. Pesto is voor het avondeten dat ik gemaakt heb, net als de pennen. Voor de eerste avond hebben we met 3 dames afgesproken dat we allemaal een pasta salade gaan maken. Zodat we voor de eerste avond gewoon iets simpels, weet je wel, maken we thuis al. Hoeven we daar niet meer zorgen over te maken. En dan heb ik deze gehaald. Mijn favoriete drink is Malibu Cola. Dit is een dupe. Het smaakt echt bijna hetzelfde. Alleen is dit wat minder alcohol. En we moesten ons favoriete shotje meenemen. Nou ja, Nicky en ik shotten echt helemaal niet graag. Dus ik dacht, weet je, ik neem dit gewoon mee voor mezelf om gewoon lekker te drinken. En dan doen we dit als shotje aanvullen. Oké. Dit is nog een stukje van de snack voor onderweg. Ook deze snoepjes. Dus dit zijn de snackies voor onderweg. Dat kan ik al in gaan pakken. Allebei heb ik ze even uitgetest of ze niet vergiftigd waren. Nou, ik leef nog. Dus zijn niet vergiftigd. Nou, citroen nog worden bij het avondeten. Dan heb ik dus een papfles gekocht. Dit is een anticoliek papfles. Dit is eigenlijk voor 9 plus maanden. Er zit ook zo'n handvat bij dat ze zelf het kan vasthouden. Oké, en ik heb dan... Ik dacht, oh, dan zal deze speen wel heel groot zijn. Weet je wel, dat er heel veel uitkomt. Dus ik heb een iets kleiner speentje. Deze is voor 6 maanden plus en deze is dus voor 9 maanden. Dus ik dacht, doe deze speen erop en dan... Dus... Ik ben heel erg benieuwd. We willen dus de avondfles, dus om 7 uur willen we een papfles van maken. Zodat ze beter gaat doorslapen, niet wakker wordt van honger 's nachts. En omdat ze dus geen brood eet, of weinig, dat ze dus wel genoeg vezels binnenkrijgt en koolhydraten. Dus vandaar dat ik deze heb aangeschaft. Ik ben heel erg benieuwd of het werkt. Misschien is het echt een grote vlog. Ik weet niet of dat al gedeeld wordt in deze vlog. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik vraag me echt af waarom dit 9 maanden is. Er staat hier op de zijkant geschikt vanaf het moment dat het kindje kan zitten. Maar wij zitten er toch altijd bij. Dus wat maakt het uit? Nou ja, dit ga ik dus... Ik hoop dat Nicky dit oké vindt. Ik denk het wel, want hij was het ermee eens. Nou, laat ik dan eerst eventjes de shoppings voor Olivia zien. Oh, er wordt aangebeld. Ik ben zo terug. Yay, dit pakketje moest eigenlijk gisteren binnenkomen. Is van de Sims 4 Summit. Gisteren was er een watchparty. Super veel aangekondigd. Ze zeggen Project Renee, maar ik noem het gewoon Sims 5. Het komt wel echt over heel veel jaar pas. En er komen 2 nieuwe... DLC's uit binnenkort. Nee, volgend jaar. Waarschijnlijk volgend jaar. Waarschijnlijk eentje met generaties. Want ik zag een kunstgebied. En ik zag een baby. Die kon kruipen en omvallen en zo. Dus er komt denk ik een baby stadium tussen. Dus dat is wel echt heel tof. Maar ik ga deze straks openmaken. Eerst even verder met de shoplog. Ik heb dus heel weinig jurkjes en heel veel maillotjes die ze nu aan kan. En dat is echt super handig, want dan trekt ze niet haar sokken uit. En dan heeft ze gewoon altijd warme voeten. Dus ik dacht, ik koop even wat jurkjes. Ik vond deze heel schattig. Voor met de donkere dagen die er een beetje aankomen. Met die franjes hier aan de zijkant. Overigens bij de Zeeman gekocht. 6 euro. En nog een jurkje. Ze heeft heel weinig zwart, dus ik dacht, er kan wel wat zwarts bij. Dus een ribstofje. En dan kun je gewoon ook lekker in mijn jootje onder doen. Dus dit vond ik gewoon schattig. Dus die 2 zijn voor Olivia. En dan had ik nog, oh ja, bakjes. Want we hadden het laatste bakjes uitgeleend. Toen dacht ik, ik moet even weer wat nieuwe bakjes kopen. Dus die. Dan heb ik deze. Hier kun je weer... ijsblokjes in maken, dus daar doe ik altijd fruit in maken. Maar nu heb ik dus deze, kun je soms zeggen, duwen aan de onderkant. Leek mij iets handiger dan die ik heb. Dus die hebben we. En dan heb ik voor het weekendje weg. We hebben een Halloween thema feestje. Dus ik heb deze nog erbij gehaald en deze. Vond ik wel grappig. En ik heb voor Nicky alvast een schoen cadeautje gekocht. Dit zijn van die dingen die je om je spiegel kan doen. Als dadelijk Nederland moet voetballen, heb ik een cadeautje voor in zijn schoen. En dan heb ik nog 2, 3 dingen eigenlijk voor mezelf gekocht bij de Zeeman. En ik weet niet zeker, maar misschien heeft mijn beste vriendin van vroeger die is designer bij Zeeman. Dus ik dacht, het ziet er wel uit dat zij dit heeft ontworpen. Dit leek me dus een heerlijk huispak. Ik zal hem zo even passen. Dit is dus de broek met een beetje wijde pijpen. En een truitje erbij. Beetje baggy, beetje cropped. Dus dat leek me een heerlijk huispakkie. En ik had nog een turtleneck truitje. Zo moet die. In het oranje. Ik dacht, ik heb heel veel spijker, waar oranje heel leuk bij staat. En ook veel beige en huidstinten. En daar vind ik oranje dus ook leuk bij staan. En bij mijn haar ook. Dus vandaar nieuwe oranje warme trui. Want hij voelt heel warm. En deze leek ook een beetje alsof mijn beste vriendin deze van vroeger heeft deze ontworpen. Dus nou ja, daarom heb ik ze ook gekocht. Verder De rest zit in de buggy. Ga ik even pakken. We zijn er bijna doorheen hoor. Deze had ik nog bij de Kruidvat gehaald. Een iced latte salted caramel. Deze heb ik dus al eerder gehad en die vond ik echt vet lekker. Dus ik heb 2 pakjes gehaald. Daar kun je gewoon een ijskoffie van maken. Oeh, dit klinkt alsof er eentje open is. Dus die had ik er 2 van gehaald. Ik heb 2 Barle Duc. Dit vind ik het lekkerste mineraalwater wat er is. Wat beschikbaar is, bedoel ik. En dit gaat mee op het weekendje weg, zodat ik dit altijd mee kan nemen voor Olivia. Om de fles te maken als we niet in het huisje zijn. En dan heb ik nog naast cola pakjes Chocomel. Hoe duur is Chocomel geworden? Ik heb nu huismerk genomen, maar eigenlijk neem ik nooit huismerk van Chocomel. Omdat ik de echte Chocomel dus echt veel lekkerder vind. Maar het scheelde zoveel. Het scheelde bijna €1 voor 6. Weet je wel, voor 6. En dan ook light was dan weer veel duurder dan normale. Nou, ik vond het heel apart. Of half vol of zo. Dus, huismerk van Jumbo, sorry. Het zijn barre tijden, Nicky. En als laatste heb ik dus nog dit gehaald. Dit is zo'n multipack met allemaal fruitjes. Eigenlijk maak ik altijd zelf fruit, maar af en toe is het wel handig als je op pad bent en we gaan binnenkort op vakantie, dat je gewoon voor iedere dag fruitje mee kan nemen. Dus dat leek me handig, dus die had ik ook gehaald. En dat was veel voordeliger zo in zo'n multipack. Dus dat was de shoplog. Nou ga ik eventjes dat pakketje van de Sims openmaken. Oké, we gaan hem openmaken. Oelalalala, ik zie het al. Zoete popcorn, yeah, yeah. Oké, 18 oktober is het basisspel van Sims gratis te spelen, Sims 4. We vinden het geweldig om meer spelers te mogen verwelkomen en nieuwe verhalen te creëren. Grenzeloos kunnen genieten. Niet zonder de... Krijg je... Ja, dat hebben we. Dit vraagt natuurlijk om een feestje na. VIP-gast. Behind the scene. YouTube. Maar zit hier een grote aan uit te doen. Dus dat is nu nog een verrassing. Get cozy op de bank. Een drankje. Oké. Oh my god. Deze. Deze. Maar dit is het allervetste. Oh my god. Dit wilde ik echt al zo lang. Ik zat letterlijk deze week te denken van... Oh, ik moet eigenlijk zo'n Starbucks beker halen. Weet je wel? Waar ik dan uit kan drinken. Hoe chill. Oh my god. Wat staat er nou op? Er zitten lampjes in. Philips. Activate the ice, light ice glass. Press button once to activate the fast blink. Press button for the slow blinking turn steady. 4 times to turn it off. For changing batteries, pull the base. Oh my god, het is cool. Alleen de lampjes doen het niet. Maar je kunt hem nog wel aanvullen. En er zit ook een dekentje bij. Zit daar dan ook nog iets op? Het is het groene deken of staat er iets op? Ik denk dat het een groene deken is. Maar dan mag de pret niet drukken. Want ik vind het echt een leuk pakketje. Echt super schattig. En een sticker. Oh, die gaat sowieso op mijn laptop. Die is toch vet? Oh my god, ik vind het zo vet. Heel leuk. Nice, 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 nice. Dankjewel IE voor dit leuke pakketje. Heel tof. Oké. Ik heb een lijstje gemaakt voor inpaklijst Centerparks in een app Notion. Dan kun je zo per app ik dus... Nagini, hou alsjeblieft eens op met mouwen. Je hoeft niet naar de gang. Het maakt zoveel herrie die gang. Ik heb dus hier inpaklijstje en dan hier alles wat we in moeten pakken. Dus ik dacht, ik ga vast daarmee beginnen. En dan ga ik ook, zal ik maar zeggen... een lijstje maken zo, waarin staat wat ik vrijdagochtend nog moet doen. Zoals de kattenbak schoonmaken, alle vuilniszakken wegdoen, zodat we niet in een stinkhuis terugkomen na het weekendje weg. Dus dat ga ik doen. Ik heb nog 10 minuutjes voordat ik Olivia wakker ga maken. Dus ja, dat ga ik doen. Dit is de oranje trui. Ik vind hem heel schattig, alleen de mouwen zijn dus te kort. Gek hè? Is dat het model? Of moet ik een groot... Ik denk dat hij, als ik hem groter doe, dat hij heel erg gaat flubberen. Dus Misschien is het 3/4 mouw of zo. Ik twijfel of ik hem nou moet houden of niet. Het is een beetje niet mijn modelletje. Misschien dat ik hem toch terug ga brengen. Door. Hij schijnt heel erg door, dit huispakje. Dus misschien dat ik deze ook weer terug ga brengen. Jammer. Ik had het daar moeten passen en dan had het mijn tijd gescheeld. Maar goed. Geen succes. De shoplog van de Zeeman. Hier ben ik alles aan het afstrepen. Hier ben ik alles aan het klaarleggen. Ondertussen is Olivia mij aan het helpen. Met haar kleine voetje. En haar kleine handje.